net iets ontdekt. Mijn videocamera begint automatisch te spelen. Dat is handig. Ik wil vandaag eigenlijk iets delen over het feit van een tweelingvlam te zijn, omdat er nog zoveel verkeerde, verschillende boodschappen gegeven worden, informatie verspreid wordt, stof zodanig dat de mind, onze gedachten, bezig gehouden wordt, dat we het gevoel hebben, het idee hebben, dat we de oplossing weten, of dat we weten wat er gaat komen. Maar uit de 5 jaar ervaring dat ik heb in het contact met mijn tweelingvlam, kan ik je 100% zeker zeggen dat de readingen die je collectief ziet op internet, en zeker wanneer dat gaat over specifieke liefdesboodschappen, en dit is hoe dat de Divine Masculine zich voelt, en dit is wat dat de Divine Masculine wil dat je weet, en bla bla bla, dat dit vaak heel ver van de realiteit is. Net daarom neem ik persoonlijk heel weinig van dergelijke video's op, tenzij dat ik er expliciet toe wordt getrokken. Laat ons zeggen, op het moment dat mijn urge, mijn behoefte zo groot is om dat te gaan doen, dan weet ik dat het is omdat er een boodschap gaat doorkomen dat voor één of één meerdere mensen van toepassing is. Maar daarom niet voor iedereen die naar die video kijkt. En dat is een beetje het probleem en eigenlijk het grootste issue waar ik heel lang tegenaan gelopen heb. Omdat ik mij verantwoordelijk voelde voor al die mensen die dan naar die video keken, terwijl dat er misschien maar een boodschap was voor 1 of 2 mensen. Vandaar dat dergelijke video's meestal nu verschijnen in het membership verborgen readingen. Omdat ik dan persoonlijk ook meer en veel beter afstaan met de mensen die daar een deel van uitmaken. Vandaar ook dat ik zeg van, als je wilt dat een bepaalde boodschap naar je doorkomt via die gratis collectieve readingen, zorg dan dat je geabonneerd bent, zorg dan dat je like geeft, zorg dan dat je verbonden bent met mijn kanaal door boodschappen te delen, door berichten te delen. Al is maar een hartje dat je bijvoorbeeld gewoon deelt of een like geeft, maar op dat moment zet je de intentie uit dat jouw energie met mijn energie mag verbinden. Geef eigenlijk een soort van toestemming, zodat dat boodschappen ook voor jou kunnen doorkomen. Maar dat was eigenlijk niet het punt van mijn video, maar ja, kijk, de dingen gaan zoals ze gaan natuurlijk. Wat ik wel wou zeggen, ik had vandaag wat eerder een hermit dagje. Ik ben ook heel de dag offline, zo goed als offline geweest. Niet gmails of wat dan ook bekeken. Het is me nu pas daarnet dat ik snel gekeken heb omdat er iets dingen tussen zat. En dan nog, wat is dringend? Ik ben geen ambulance, ik ben geen ziekenwagen, geen politie meer. Dus dringend is ook weer relatief. Maar dat is wanneer je jezelf herkent als zijnde een tweelingvlam. Eerst en vooral, dan is dat iets dat je weet. Dat is dat iets dat je gewoon diep van binnen weet. Je kunt dat niet uitleggen waarom dat is dat je dat weet dat je dat bent. En ten tweede, dus dat is het eerste stuk. En dan het tweede, wanneer dat je afvraagt van is een bepaald specifiek persoon mijn tweelingvlam, geloof mij, hoe eerder dat je de juiste identiteit of de identiteit van de persoon waarvan jij denkt die jouw tweelingvlam is loslaat, hoe eerder dat het universum en jouw team jou kan tonen wie dat exact die tweelingvlam van jou is. En dat zal gebeuren door, zoals je het kent, synchroniciteiten. En plots ga je van die persoon gaan dromen. Je kan dat ook actief vragen. Hè? Dus bijvoorbeeld door voor je gaat slapen te vragen, toon mij of laat mij mij dromen over mijn tweelingvlam. Of, zoals dat ik heel vaak gedaan heb, toon mij ware liefde. Toon mij een relatie die mij vervulling brengt. Dus ik heb niet gevraagd, toon mij en de naam van mijn twin. Nee, ik heb gezegd, toon mij en hoe dat ik het wil ervaren, wat ik echt in mijn realiteit wil gaan ervaren.
En verder, het derde stukje daarin, is belangrijk dat je heel bewust omgaat met wat je allemaal in jouw toekomst zet door wat je allemaal denkt dat er mogelijk is. Dus dat betekent dat je loskomt van hoe dat de templates rond relaties zijn, hoe dat jij denkt rond relaties, hoe dat je denkt dat een tweelingvlamconnectie gaat, hoe dat een diepe zielsconnectie gaat, hoe dat geld werkt. En dat daarom is werken aan jezelf en innerlijke persoonlijke spirituele ontwikkeling zo super belangrijk. Want jij bent jouw twin. En jouw twin is jou. Dat zijn twee identieke energieën. Alleen door de conditionering, dus door waar dat je opgevoed bent, wat dat je meegemaakt hebt in de afgelopen jaren, waar dat je als persoonlijke lessen voor ingetekend hebt, persoonlijk pad hebt gekozen, dat maakt dat je jouw leven er anders is en dat je anders denkt en andere keuzes maakt. Maar geloof mij, als jij koppig bent, dan gaat jouw twin even koppig zijn. Dus werk daaraan voor jezelf al, want als jij daarin kan dingen gaan verschuiven, dan ga je automatisch ook de deur openen voor je twin om daar zelf ook het nodige in te doen. En daar ook stukken in te healen. Heb je een probleem met geld? Geloof mij, je twin gaat door exact dezelfde obstakels. Het gaat zich niet op dezelfde manier uiten. Maar als je geldproblemen hebt, een geldtekort hebt, ga je twin dat ook hebben. Als jij een ondernemer bent, dan 9 op de 10 ga je twin ook ooit ondernemer zijn. Als jij moet lessen leren in de relaties, bijvoorbeeld zoals ik in mijn huwelijk gehad heb, een van de lessen die wij te leren hadden was elkaar loslaten van het respect en liefde, in plaats van gewoon maar samen te blijven, omdat dat is wat de maatschappij van je verwacht. Dat zijn dingen waar mijn twin exact op dezelfde manier tegenaan loopt, met dat verschil dat hij niet gehuwd is, dus niet wettelijk gehuwd is. Maar de les is er op dezelfde manier. En ik kan zo nog duizenden voorbeelden geven. En vaak denken we ook dat de mannelijke energie het gemakkelijker heeft, want ja, omdat de vrouwelijke energie voorop loopt. En omdat we nooit, krijgen we nooit bevestiging over wat er allemaal gaande is, of toch heel weinig. Geloof mij, als je contact hebt met je mannelijke tweeling, maakt niet uit of dat mannelijk of vrouwelijk is, maar dat is met jouw tweelingvlam. En hij of zij betrekt jou niet in hun 3D-leven of in de dingen die gaande zijn, dan is dat met de reden. Dan moet je dat respecteren. Ook dat is een onderdeel van onvoorwaardelijke liefde. En geloof mij, 9 op de 10 keren is dat omdat ze eigenlijk enerzijds de connectie willen beschermen, dus onrechtstreeks ook jouw energie willen beschermen. En onderliggend hangt er vanaf van waar je zit in jouw connectie en dus in je eigen groei en jouw tweelingvlam in hun groei, dat ze, ik ben even afgeleid door een auto die hier vlak voor mijn neus schiet. Ja, maar zo gebeurt het. Verwacht het onverwacht. Dat is eigenlijk achteraf altijd iets. Maar dus kan ook zijn dat jouw tweelingvlam zelf nog met issues zit, waar je al misschien doorheen gewerkt hebt. Waarvan je misschien niet altijd heel expliciet de bevestiging van gekregen hebt of bewijs hebt gekregen dat je twin ook daar mee worstelde of dat mee zat. Dus op dat moment is het ook belangrijk om je tweelingvlam daarin de ruimte te geven en elkaar daarin te respecteren. Ik heb ook heel duidelijk gezegd dat mijn tweelingvlam, aangezien ik een manifester ben en dus die maatregeliteit alleen nodig heb, dat als ik dat, hoe moet ik het gaan zeggen? Als ik de ruimte nodig heb en ik voel dat ik dat niet kreeg van hem, wat dat eigenlijk niet zo is, want automatisch doet hij dat zo al, op momenten dat ik het nodig heb. Het is heel mooi om eigenlijk te zien hoe dat het werkt. Hij gaat niet altijd kunnen uitleggen waarom dat hij zus of zo iets doet, maar nadien zie ik ook altijd wat dat de reden ervoor was. Als ik hem bijvoorbeeld 2 dagen of zo op een dag niet hoor, dan weet ik ook altijd dat dat is omdat we elk ons één stuk in die momenten moeten doen. En dat zijn vaak ook momenten, zoals bijvoorbeeld vandaag, dat ik zelf ook in zo'n hermit ga en moet gaan om nieuwe downloads te krijgen. Ik had ook vandaag een hele rare hoofdpijn, die
waarvan ik weet dat het te maken heeft met een met nieuwe downloads en die nieuwe hogere energie, waarvan ik nog niet altijd kan grijpen en uitleggen wat er gaande is. Maar dat hoeft ook niet. Dat komt wanneer dat moet komen. Maar dus, geloof mij, de verhalen en de video's die je ziet, zelfs van tweelingvlammen die al beweren samen te zijn, in harmonieuze eenheid, ook daar gaan er nog heel veel obstakels en momenten zijn waar dat ze, ik ga niet zeggen, elkaar scharen willen uittrekken. Of misschien wel, maar ze gaan het toch zeker niet delen. En dat is net hetgeen waar dat ik een stuk ook voor wil gaan staan. Want ik deel niet alleen de lovey-dovey stuff, maar ik deel ook de dingen die lastig zijn en dingen die moeilijk zijn. En er zijn nog heel veel dingen die ik nog niet kan delen. Door wat er gaande is in ons persoonlijk leven. En omdat ik dat ook niet wil door te gaan delen, dingen wil gaan kapot maken of gaan verstoren, uit balans brengen. Ik weet niet hoe ik het goed moet uitdrukken. Maar ook daarin komt altijd op hetzelfde neer. Dus ik probeer altijd zoveel mogelijk informatie mee te geven, want het gaat niet over hoe dat concreet in mijn leven eraan toe gaat. Het gaat over wat dat ik leer over de dynamiek en wat dat voor jou ook betekent. Want het is niet omdat het zo en zo in mijn leven gaat. En wij hebben elkaar ontmoet via Instagram. Dat bij jullie ook zo is. Wij hebben een lange afstandsrelatie. Dat bij jullie ook zo is. Vertel de held. Moet jouw twin gewoon in de, naast jouw deur? Of kan jij jouw twin al van sinds dat je in de kleuterklas zat? En dat kan ook allemaal. Dus daarin verkijk je ook niet op de situatie van anderen. Maar haal eruit wat er voor jou van toepassing is. En daarom maak ik ook heel veel video's rond dat bewustzijn. Rond dat eenheidsbewustzijn. Want daar gaat het over. Het gaat in eerste instantie over de ontwikkeling van jouw ziel. Over het wakker worden. Over het ontdekken wie dat jij bent. Want het is dat stuk waarin dat jij puur zuiver jezelf bent, dat eigenlijk magnetisch wordt voor jouw tweelingvlam. Ik zou bijna zeggen onweerstaanbaar. Je zei onvoorstelbaar, dat ook, ja. Maar dat je onweerstaanbaar wordt voor je twin, zodanig dat ze zelfs obsessief aan jou denken, obsessief met jou in contact willen komen, met jou de liefde willen bedrijven, omdat er iets is aan jou dat ze niet kunnen weerstaan, maar ze kunnen het niet begrijpen. Ze kunnen het niet uitleggen. Maar vaak is jouw twin ook anders dan degene waar je altijd voor gekozen hebt. Of de types die je altijd meestal opvalt. En dat maakt ook het stuk waarin dat heel veel mensen denken dat ze in een tweelingvlamrelatie zitten. Maar dat ze eigenlijk in een karmische relatie zitten. Ook daar is het belangrijk om dus je grenzen aan te houden. Als mijn twin niet vanuit liefde naar mij komt en ik voel dat hij constant vanuit zijn gekwetstheid en zijn ego-stukken in contact met mij treedt, of trad liever, want dat is natuurlijk in het verleden, dan in die momenten, dan ook al vond ik dat in het begin heel moeilijk, omdat ik schrik had dat ik hem ging afblokken en dat ik hem nooit meer terug ging zien of horen. Maar het zijn net in die momenten dat we telkens krachtiger geworden zijn en dat hij ook meer respect had voor wie dat ik ben, wat dat ik nodig heb, voor de connectie zelfs. Want ja, het heeft enige tijd geduurd voordat hij dat idee van tweelingvlammen diep in zijn lichaam voelde. En dan nog, en waren er heel veel momenten waarop dat hij twijfelde. Wat dat logisch is. Wat dat logisch is, misschien niet logisch, maar begrijpelijk is. Want het is ook iets wat je moeilijk kan verklaren en zeker vanuit het idee dat hij had over zichzelf en hoe dat hij zich geprofileerd heeft in zijn 3D-wereld, staat dat haaks op ja, wat dat hij altijd als zijn waarheid gezien heeft. Dus ook daarin is belangrijk om dat proces te respecteren. Niet alleen je eigen proces, maar neem de ruimte voor je eigen te healen. Dus als je enkel maar kan healen en ze zeggen, en ik moet zeggen, als ik over nadenk, is dat eigenlijk ook wel waar. Maar de vrouwelijke energie, de divine feminine, hield eigenlijk in separatie. Dus in afscheiding, wanneer dat er zo min mogelijk contact is. Waarom? Ik kan alleen maar spreken over mezelf. Omdat in die momenten ik het meeste en het diepste weer mezelf kon terugvinden. De momenten dat wij verbinden, dan
moet ik wel zeggen. Dan is, wanneer dat we allebei in onze pure zuivere energie zitten, dan is er geen probleem. Maar wanneer dat er natuurlijk stukken en wonden en overtuigingen van de buitenwereld in de connectie komen, dan was er keer op keer een disbalans, dan was er discussie, dan was er ruzie, dan was één van de twee gekwetst. Maar dat zijn die momenten waarop dat beiden, dat we beiden nodig hebben om te voelen van oké, dat is het stuk wat hij mij nog triggert. Dat is het stuk wat ik nog aan te werken heb. En omgekeerd ook. Maar als die mannelijke energie komt, gaat die verbinding aan met die vrouwelijke energie om die liefde te voelen, om die geborgenheid te voelen, om zichzelf te leren ervaren. Let goed op wat ik zeg. Om zichzelf te leren ervaren, waar dat de vrouwelijke energie zichzelf ervaart in de connectie met het hogere, met het universum en dus zo met de buitenwereld. En niet enkel alleen maar in de connectie. Dus, dat allemaal gezegd zijnde, ik ben ondertussen bezig ook aan het tweede e-book rond tweeling van me. De naam is Tweeling Vlam Dynamiek. Het eerste e-book was Tweeling Vlam Geheimen. Nu is echt de focus op de dynamiek. Dus rond hoe manifesteer je een specifiek persoon? Wat zijn de valkuilen daarin? Wat doe je beter niet? Dan stukken rond eenheid. Wat is dat eenheid? Hoe kun je komen in die eenheid? Ook dingen rond missiewerk en wellicht nog een aantal andere dingen waarvan ik nog niet helemaal helder heb. Of nog niet de codes ontcijferd heb. Wat dat er mag inkomen. Dus dat kan je al in pre-sale nu aanschaffen als je dat wenst. Degene die een pre-sale aangeschaft, het e-book aanschaffen, die krijgen nog bij de lancering dan een verrassing van mij. Ik ga niet verklappen wat dat is, want anders is het geen verrassing meer natuurlijk. En ik verwacht het af te hebben tegen dat de zomervakantie hier in België begint. Dat is juli. Dus dat is eind juni, begin juli ergens hoop ik het e-book af te hebben. Zoals je weet, het is een co-creatie. Dus als je ook met vragen zit rond tweelingvlampad, tweelingvlamconnectie, tweelingvlamdynamiek, dan zou ik zelfs aanraden om het al aan te schaffen in de pre-sale. En zeker als je het eerste boek al hebt aangekocht, omdat dat verder gaat op de dingen die ik daar ook in geschreven heb. Maar op dat moment verbind je, net zoals ik daarnet ook uitgelegd had rond die video's en die collectieve readingen en zo, dan verbind je eigenlijk jouw energie al met mijn energie, geef je onbewust toestemming, en eigenlijk niet onbewust, bewust toestemming op dat moment. En dan gaat wonder boven wonder die dingen, die antwoorden in het e-book verschijnen. Voilà, ik moet hier eventjes opletten, want naar het schijnt ben ik hier op het meest gevaarlijke kruispunt van de Roeselaar. Dat was hetgeen dat mijn zoon zei, want mijn kinderen zitten in Roeselaar in school. Dus moeten we onze aandacht erbij houden. Voilà, ik ga het hier afronden. Ik ben bijna aan school. Ik ga de video uploaden. Ik was eigenlijk niet van plan om vandaag een video te doen, maar kijk, wanneer dat de inspiratie roept, dan moeten we dat doen. Er zijn nog een aantal plaatjes over voor mensen die een sessie willen met mijn Mary, met Odalis, met Oda, om te ervaren wat het is om echt in leiderschap te stappen. Oda is een tweejarige PRM-Mary die, ze heeft iets heel unieks over zich. Ik werk altijd in vrijheid met haar, ik spreek ook via energie met haar. Ik heb al geleerd en gemerkt dat zij echt situaties creëert waarin dat ze jou verplicht, of eigenlijk zou bijna zeggen, in eerste instantie jou testen in hoeverre dat je in jouw leiderschap staat en kan stappen. En als ze merkt dat je dat niet doet, dan gaat zij het overnemen. Ze gaat nooit iemand pijn doen. Daarvoor durf ik mijn hand in het vuur steken. Omdat ze altijd op een hele zachte manier. Eigenlijk is zij zo wat een hele mooie belichaming van de krachtige Divine Feminine. Ze is ook niet zomaar zwart. Ze is ook een healer. Een hele wijze ziel. Dus ik vind het eigenlijk wel heel leuk en spannend dat ik haar met jullie kan delen. Natuurlijk, daarvoor moeten jullie wel bereid zijn om naar de regio Brugge, Beernem, Oostkamp te komen voor die sessie te doen, want anders is het nogal onhandig online. Maar ja, dus als je daar interesse in hebt, stuur mij een mailtje
of via de contactpagina van de website www.schoolvoorrecensie of van 68vlam.be. Komt ook allemaal bij mij terecht. Stuur me dan een mailtje en dan spreken we verder af. Of als je nog meer vragen hebt rond hoe dat in zijn werk gaat en wat hij er voor jezelf kan uithalen of welke vragen dat er ook zijn, dan laat je mij dat maar weten. Voilà, ik ga mij parkeren, deze video uploaden en dan zie ik je in de volgende. Dag!